Hoi, dit is Oscar van Happy Healthy en in deze korte video zal ik uitleggen hoeveel calorieën 1 kilo vet is. En het snelle antwoord is, 1 kilo vet is 7700 kilocalorieën. Nu is het theoretisch dan zo dat als je elke dag 500 kilocalorieën minder eet op een dag, dat je dan elke 2 weken ongeveer 1 kilo afvalt. Nou, op lange termijn is dit eigenlijk een mythe, want je valt steeds meer af en daardoor ga je ook steeds minder calorieën verbranden. Plus je gaat ook iets van spiermassa verliezen, waardoor je ook minder calorieën gaat verbranden. Dus dat is eigenlijk maar een beetje een theorie en er zijn er heel veel andere factoren van invloed op het afslankproces. Het is trouwens wel handig, ook voor vrouwen, om als je gaat afvallen wat meer spiermassa op te bouwen, dus ook krachttraining te doen. Heel veel vrouwen zijn dan gelijk bang van, nee, ik wil niet gespierd worden, want dat is niet mooi. Nou, als jij echt gespierd wil worden als vrouw, moet je echt heel hard trainen en heel goed letten op je voeding. Dus daar hoef je niet bang voor te zijn dat als je wat krachttraining gaat doen, dat je gelijk gespierd wordt. Het gaat er wel voor zorgen dat hoe meer spiermassa je hebt, hoe meer eigenlijk vet je gaat verbranden. Ook hoe meer calorieën je gaat verbranden. Dus ik raad het aan om, als je cardio doet, om dan tenminste ook wat krachttraining te doen. Nou, om het hele antwoord te geven op de vraag hoeveel calorieën is een kilo vet. Er zijn wat mensen die natuurlijk zeggen van ja, maar 1 kilo vet is toch juist 9000 kilocalorieën, want 1 gram vet is 9 kilocalorieën. Dus als het allebei keer 1000 doet, is 1 kilo vet 9000 kilocalorieën. En dat klopt ook. Maar dan hebben we het wel over puur vet. Dus 1 kilo puur vet is 9000 kilocalorieën. Alleen 1 kilo lichaamsvet is niet 100% puur vet. Uit onderzoek blijkt dat lichaamsvet ongeveer 80% puur vet is. En de rest zijn bepaalde vloeistoffen en eiwitten. Vandaar dat het ook minder is dan 9000 kilocalorieën. En het is ongeveer 7700 kilocalorieën. Dus dat is eigenlijk het uitgebreide uitleg ervan. Nu zijn er ook heel veel mensen die dan gelijk zeggen van, als ik kijk naar de eiwitten, vetten, koolhydraten, die noemen we ook wel de macronutriënten, dan hebben die vetten dus per kilo 9000 kilocalorieën. Maar die eiwitten en die koolhydraten, die hebben per kilo maar 4000 kilocalorieën. Dat is nog minder dan de helft. Dus als ik wil afvallen, dan moet ik gewoon minder vet eten. Maar daar is dus een probleem bij. Calorieën tellen kunnen je ook heel erg misleiden. Daar heb ik ook een video van, die kun je hier vinden. En waarin ik uitleg wat de 5 redenen zijn waarom je eigenlijk geen calorieën zou moeten tellen. Omdat het eigenlijk een beetje het halve verhaal is van afvallen. Maar waar mensen geen rekening mee houden is dat vetten, dat heb je nodig, heeft je lichaam nodig. En het is ook zo dat vetten geven maar heel weinig insuline aanmaak. En als je in hoge mate insuline aanmaakt, dan ga je vet opslaan. En vetten geven een hoog verzadigingsgevoel. Dus als je ook maar kleine porties vetten eet, dan kan je best wel verzadigd zijn en dan eet je minder. Dat in tegenstelling tot de koolhydraten, want koolhydraten hebben een hoge insuline aanmaak en die hebben een lage verzadiging. En vetten hebben dus het omgekeerde. Laag insuline aanmaak en hoge verzadiging. En dat blijkt ook uit heel veel onderzoeken dat een koolhydraatarm dieet effectiever is dan een vetarm dieet, ondanks dat vetten dus veel meer calorieën bevatten. En daarover heb ik ook een video waarin ik precies uitleg waarom een koolhydraatarm dieet beter werkt en wat de onderzoeken zijn. En die kun je ook hier vinden. En het is zelfs zo dat als je een koolhydraatarm dieet zou volgen en je zou meer calorieën nemen. Dat is een onderzoek waarbij mensen dan 300 kilocalorieën meer per dag aten ten opzichte van een groep die vetarm ging eten en dus 300 calorieën minder ging eten dan die andere groep. Dat alsnog die groep van de koolhydraatarm dieet meer was afgevallen. Zelfs 18% meer. Dus ik zou zeggen, maak vetten, en met name dan de gezonde vetten, de vette vis en de avocado, dat soort dingen. Maak dat niet de vijand. Je kan beter de koolhydraten
meer de vijand maakte. En met name de bewerkte koolhydraten, zoals de witte brood, het witte rijst, dat soort producten. Dus ik hoop dat ik je het antwoord heb gegeven op de vraag hoeveel calorieën is een kilo vet, plus nog wat andere uitleg. En tot een volgende video. Hey, dit is Oscar en vond je deze video leuk? Klik dan op de like-button onderaan deze video op YouTube en abonneer je, zodat je meer van deze video's krijgt. Als je een vraag of opmerking hebt, laat deze dan hieronder achter. Ik beantwoord deze altijd persoonlijk en zo snel als mogelijk. Er bestaan geen domme vragen, je kunt me alles vragen wat je wilt. Meer weten over calorieën? Hier is nog een video die gaat over calorieën, waarin ik je vertel wat de 5 redenen zijn om te stoppen met calorieën tellen. Onderaan kun je klikken naar mijn weekmenu. Dit weekmenu, inclusief recepten, zal je helpen om af te vallen en kun je gratis downloaden. Succes!